Bij parlementsvoorzitter Marinus B. zijn er 3 initiatiefvoorstellen ter wijziging van de kiesregeling en de grondwetswijziging ingediend. Met HVB-voorzitter Mike Noorsalim spraken wij hierover en vroegen aan hem wat hij toch wel vindt van een dergelijke ontwikkeling, mede gelet op het feit dat heel wat politieke partijen heel veel kritiek hebben op de duur van dit proces, want het is nu een jaar dat het Constitutioneel Hof zijn uitspraak heeft gedaan en men vindt dat zaken dus nu een beetje te traag verlopen. Vandaar dat we aan Noorsalim dan ook vroegen hoe zij als politieke partij toch wel kijken naar de verschillende initiatiefvoorstellen welke zijn ingediend. Na de uitspraak van het Zeehof, we een jaar verder zijn. En als u mij vraagt, wij als politieke partij HVB, die kijken ook met argusogen naar hetgeen het zich nu afspeelt. En we zijn ook voorstander dat er heel gauw die wijzigingen worden doorgevoerd, omdat de garantie van de verkiezing 2025 bijna het organiseren daarvan bijna een geding is. En we kunnen dat niet hebben, dat er geen verkiezingen zouden zijn. Hè? En wij hebben al de afgelopen periode gezegd dat wij ook voorstander zijn van die wijziging. Kortom, we hebben gezien wat de afgelopen verkiezing heeft gedaan met partijen, nieuwe partijen, jonge partijen, progressieve partijen als de HVB, waar je dus bijna 7.500 stemmen haalt, maar door het oneerlijk kiesstelsel dat je buiten de boot valt. In feite heeft het volk ons niet afgewezen. Als je het zo kwalitatief naar kijkt, niet afgewezen, maar door het stelsel is het in het nadeel van ons. En dat wordt er al jaar en dag geschreeuwd. En nou zijn we blij dat op zijn minst het nu aan het veranderen is. Maar men moet haast maken. DNA moet haast maken. De regering moet haast maken. En het feit dat er nu voorstellen liggen, juichen wij toe. Wij zelf hebben de afgelopen periode aangegeven waarvoor wij voorstander zijn. We zijn voorstander van dus die landelijke evenredigheid, waarbij je dus Suriname als één kiesdistrict ziet. Het fenomeen van mensen die verhuizen van ene district naar een ander, denk zal tot het verleden gaan behoren. Want ja, goed, ik vind het nogal kiezersbedrog als je niet woont in, voor example, in Keri en je bent in Paramaribo, dat je zogenaamd verhuist naar een Keri, om daar te denk je, ach, dat is. Dus, of in Coroni, want de stemmers zijn daar goedkoper, je komt sneller aan een zetel. Dat is een stukje, vind ik, heel oneerlijk, terwijl je in Paramaribo woont en werkt en alles. En ik zeg als Paramaribo, als mij niet heeft gekozen toen, vanwege eigen moverende reden, waarom zouden ze plotseling, omdat je dan een keer bent verhuisd, toch? Dus goed, dat is een aparte discussie. Ik heb eerlijk gezegd niet alle voorstellen helemaal nog bekeken. Ik zie net staan nieuws dat ik dacht PL ook hebben ingediend. Dus ik ga hem later ga ik ze allemaal naast elkaar zetten en vergelijken. Tot nu toe wat ik heb gehoord is dat wat de VHP hier voorgesteld. Volgens mij een landelijke evenredigheid, totale landelijke evenredigheid. Daar zijn wij ook voorstander en dat hebben we in de afgelopen periode gezegd. Dat wij, en niet wij alleen, we hebben enkele partijen waarmee we hebben gesproken toen, ook buitenparlementaire partijen. En we waren unaniem eens dat het die richting op moet gaan. En we hebben dat ook gepubliceerd de afgelopen periode in de verschillende nieuwsbladen. En de periode tussen nu, heer Noorsalim, en de datum van 25 mei 2025, is er als politieke partij, ja, voldoende ruimte voor jullie om jullie huiswerk goed te maken? Ja, nu nog even kantje randje hoor, zou ik zeggen. Kortom, we hebben met enkele politieke partijen een bepaalde strategie uitgezet. Er zijn wat heel mooie ideeën ook van andere buitenparlementaire partijen die we gezamenlijk hebben zitten uitdokteren en
waarvoor we gaan. En ik denk dat u de afgelopen periode dat ook allemaal hebt vernomen. Er zijn te veel partijen. Ik vind dat voor zo'n klein land als Suriname, en dan krijg je ook versnippering. Dus het is belangrijk dat de jonge progressieve partijen zich gaan bundelen en op een bepaalde manier de verkiezing ingaan. Maar dat stukje zul je de komende periode nog horen, hoe het allemaal gaat uitkristalliseren. Dus nogmaals, wanneer die jonge partijen zich bundelen, dan denk ik wel dat de kans groter is om gezamenlijk dat te bereiken wat we individueel willen bereiken. Dus we kijken er naar uit en we hopen dat dat stukje toch van de grond komt. En ik weet niet wat de andere partijen hebben voorgesteld hoor. Ik zag het even, maar we moeten nog even downloaden van Starnieuws, dacht ik, om dat goed te bestuderen. Maar wat ik zo heb bekeken, beluisterd, dan is wat wij denken hetzelfde wat de VHP op dit moment heeft voorgesteld. Het is een beetje in lijn met wat wij zelf voorstellen en denken. Maar ja, goed. We kijken er naar uit. En we staan ook achter de grondwetswijziging, die ze vragen. Ja, ik heb via de media vernomen dat er een voorstel ligt. Ja, voor een drietal artikelen. Ja, en een van ze is mensen met een vonnis, nou nationaal of internationaal, dat zij dus niet kunnen meedingen naar een president of in de rol van een vice-president. Misschien is het in het verleden wel gebeurd. En ik denk als dat in de nabije toekomst wij aan banden willen leggen of willen uitsluiten, is dat alvast een goed teken. Een goed teken om te gaan kijken nu om presidenten, vice-presidenten die een schone lei hebben, dat zij worden voorgedragen om die rol te vervullen. Ik denk niet dat een of ander Surinamer daar tegenstander kan zijn. Ik denk dat zelf Brunswijk voorstander is van zo'n artikelwijziging. Dus kijk, er zijn een aantal dingen die we in het land moeten veranderen. En we zijn een jonge natie, jonge democratie. En een van de dingen die we ook veel horen, is bijvoorbeeld dat er een profiel moet komen voor DNA-leden. Ja, we hebben het de afgelopen jaar gezegd, het is al gebeurd, die fouten zijn al gemaakt, en willen we het verbeteren, sorry hoor, dan is het wel dat we ergens beginnen. En beginnen met een profielbeschrijving, niet alleen, maar profielen vastleggen voor DNA-leden, kandidaat DNA-leden, zou alleen maar positief werken voor de kwaliteit van ons Nationaal Assemblée. Want als we nu ernaar kijken, ik denk dat vele mensen ons uitlachen. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal worden we te schande gelegd. Als we kijken naar het niveau, de kwaliteit, als we luisteren naar, en niet alleen DNA-leden hoor, ik zie dat ook ministers die kwalificatie niet hebben. En we weten dat in DNA je daar moet zorgen ervoor dat wetten worden aangenomen. Dat betekent dat je op de eerste plaats ook goed Nederlands, je moet de Nederlandse taal goed kunnen bezigen. Je moet het verstaan in woord en geschrift. En de afgelopen periode hebben wij als natie op dat stuk heel veel steken laten vallen. En het is sterk dat het wordt gaan veranderen. En ik zeg nogmaals, niet alleen DNA-leden, maar ook naar ministers moeten worden gekeken. Als ik naar ministers luister, als ik kijk naar het opleidingsniveau, nou, is niet om trots op te zijn. Ja. En die 2/3 meerderheid die DNA moet gaan halen om al deze dingen rond te krijgen, heer Noor Salim, ziet u dat over een leien dakje gaan? Of ziet u toch wel wat dat men mijn hart zal gaan nokken daar?
Ik denk dat het, ik ga niet zeggen een slagveld wordt hoor, maar ik denk dat er enorm geknokt zal worden. Omdat als ik kijk naar de voorstellen even in grote lijnen, dan zie ik dat er veel verschillen zitten. En daar begint het al het indienen, want er zitten enorm veel verschillen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat de DNA-leden zich gaan moeten vinden ten faveur van ons mooi geliefd Suriname. Dus men gaat hard aan moeten werken om toch overeenstemming te bereiken. Bent u van oordeel dat het volkswil duidelijk tot uiting komt in de initiatiefvoorstellen welke ingediend zijn in Noord-Salim? Net wat ik zeg, ik zal dit weekend echt even, want ik heb zie van ABOPnet en PL, dus ik ga dat even bestuderen. Wij zien dat van landelijke evenredigheid alvast als de wil van het volk, ja toch? Want het is dan, je hebt dat probleem niet dat er een, dat probleem van verhuizen, onder andere heb je niet. Maar ja, dat probleem van dat één district zwaarder weegt of minder weegt dan een andere, heb je niet meer. Je hebt gewoon één kiesdistrict, het is gedeeld en je hebt dan je kiesdeler. En nou, dat moet je halen als partij, punt uit. Dus om het zo simplistisch te zeggen, toch? Dus dat is daar. En omdat ik niet zie dat alle partijen dat hebben, dan ben ik bang dat dat niet het geval is op dit moment. Maar het plaatsen van kandidaten voor jullie straks zelf, DNA-kandidaten en schaduwkandidaten, ja, wat zal dat betekenen in vergelijking met de voorgaande verkiezingen of de vorige verkiezing? Wat gaan jullie nu extra moeten doen? Dus wij zullen als partij alvast ook met onze, met de andere partijen waar we praten, omdat wij nagaan hoe gaan we de verkiezing in. We weten dat er een verbod is op preelectorale combinaties. Dus dat is ergens dat verbod. En wij gaan, omdat ik net daar heb gezegd, wij zijn voorstander van dat heel wat jonge progressieve partijen bij elkaar komen. En dat je uiteindelijk niet 20 of 30 of 40 partijen hebt en de mensen door de bomen het bos niet zien. Dus tegelijkertijd, het kiesstelsel wordt veranderd en wij kijken van hoe gaan we als één blok. En dan zal dat stukje van kandidaten niet alleen een vraag zijn welke wij zullen moeten beantwoorden, maar nu op dit moment individueel HVB. Maar in zijn totaliteit. Ik bedoel, daarmee gaan jullie je meest populaire mensen moeten plaatsen. Wij zijn ook voorstander dat we kijken naar kwaliteit. Want we hebben in het verleden gekeken ook naar populariteit, toch? Beide, een combinatie van beide. Maar populair wil nog niet zeggen dat je gedragen, okay. Ja, of geliefd bent. En dat je gedragen wordt. Of dat het volk je mandaat geeft om daar de stem te mogen zijn. Dat is nog geen garantie. En dat weten we allemaal. Dus het is eigenlijk, ik denk dat niet alleen politieke partijen een taak hebben om te werken aan kwaliteitsverbetering. Maar ook het electoraat, die moet kwaliteit gaan eisen. En dat hebben we gezien dat de afgelopen periode mank liep. We zien dat mensen die populair waren en met dingen strooiden en noem maar op, en zelf geen beleid hadden, geen inzicht hadden, die werden gekozen boven mensen die daadwerkelijke zinnige dingen zeggen. Ik geef dit voorbeeld altijd, meneer Ganesh. Als we iemand zetten op een podium om over belangrijke issues te praten, dan zien we dat mensen bijna in slaap vallen. Maar waka koswantrawang, de populistisch. Meneer Ganesh, dat ben je plotseling de populaire man. En maar dat zegt dan toch veel over de politiek van Suriname? Ja, dus zeg ik zeggen, het is niet alleen één politieke partij enerzijds, maar ook anderzijds het electoraat. En het zal niet het heel electoraat zijn, maar waarschijnlijk een groot deel.
En de historie heeft ons geleerd dat politieke partijen zich zijn gaan aanpassen daaraan waarschijnlijk. En nu aan de andere kant, want daarom zijn we ook tegenstander geweest van het patronage, van patronagepolitiek. Zien we dat zaken als patronagepolitiek, dat is zo ingebed in ons politiek bestel. We kennen politieke partijen die vlak voor de verkiezing heel wat spullen hebben gestuurd naar het binnenland. Want ja, maar niet ook, je zit buitenboord, ijskast, alazan. Maar lassa verkiezing, wel, alles werd teruggehaald, toch? We kennen de periode van Batjau, Zoutvisie. Ik was waarschijnlijk nog net geboren. Maar ik heb me wel historisch laten inlichten, toch? Dus we moeten daarvan afstappen. We moeten afstappen van eentje waarbij er populistische en vlak voor de verkiezing Sinterklaas-achtige gedragingen worden vertoond, weet je. Om na de verkiezing, wanneer je daar zit, plotseling niemand meer te kennen. Plotseling is je telefoonnummer veranderd en noem maar op. Dat weten we. Dat is al tig aantal jaren. Maar wij, en ik zeg wij, omdat we tegelijkertijd enigszins politieke partij zijn, politici. Maar we zijn aan de andere kant ook electoraat. Wij zijn ook het volk. En het volk heeft het laatste woord, meneer Ganesh.